gefeliciteerd, 4-1 overwinning. Het was makkie. Nou, zo voelde het niet hoor. Je speelt toch tegen een paar jonge gasten van jong AZ. Je ziet het, ze hebben echt kwaliteit. En als je niet 100% geeft, dan kan het een moeilijke wedstrijd zijn. Dat hadden we gezien vorige maandag tegen jong Ajax. Als je niet snel scoort, kan je in problemen komen. Maar vandaag scoorden we best wel snelle goals. En uiteindelijk lijkt het wel op een... Op een makkelijke overwinning, maar dat was het zeker niet. Het eerste half uur was echt even een beetje aftasten. Zij kregen ook een paar kanten. Ja, tuurlijk. Je weet hoe wij spelen. Wij willen heel hoog druk zetten. Dus als je dan niet 100% met z'n allen bent, dan kan het zomaar een kans opleveren voor de tegenstander. En uiteindelijk, we hebben altijd Jasper in de doel, Jasper Schendelaar. Dus die pakt heel veel ballen voor ons. En, maar uiteindelijk scoren we die eerste goal. Uiteindelijk 2-0, 3-0. En, dus ja, het was uiteindelijk wel een verdiende overwinning, denk ik. Ja, toen ging het even snel, hè? 26e minuut, 33e. Ja, het was zo 3-0 en dan is het eindelijk gespeeld. Ja, tuurlijk, maar ik bedoel, als je nog steeds geen 100% geeft, je weet het met hun, ze hebben best wel veel kwaliteit. Je ziet het met hun spits, behendige speler. Zij spelen gewoon vrij en zij hebben niks te verliezen en wij hebben heel veel te verliezen. Dus, als jij zo speelt, als je niks te verliezen hebt, ja, dan speel je veel makkelijker. En dat hebben we bij hun ook gezien. Ze lopen overal, ze kunnen goed voetballen. Maar ja, uiteindelijk als wij gewoon 100% zijn, dan moeten wij van zulke teams winnen. Ja, en dan de tweede helft scoren jullie eigenlijk maar één keer. Konden jullie niet doordrukken? Ja, dat bedoel ik zoals ik net zei. Kijk, als je niet 100% bent, dan kom je ook niet tot kansen. En uiteindelijk scoren we de eerste goal, maar uiteindelijk konden we wel meer scoren als we de laatste pas net goed gaven. Maar dat lukte niet. Uiteindelijk hadden zij nog een paar goede kansen aan het einde. En, dus je ziet het, het is altijd een open wedstrijd als je tegen ons speelt. Maar ja, zolang je het niet op slot houdt, ja, dan kan die andere ploeg ook altijd... scoren. En dat deden ze ook uit een voorzet van de zijkant. Ja. Dus ja, die ging erin. Uiteindelijk hadden ze nog twee grote kansen daarna. Maar ja, uiteindelijk pakte Jasper die ballen. Ja, je had zelf ook nog een kans. Ik denk, nou, als er die inging, was het een hele mooie geweest. Ja, het was een goede bal van Bart. En we hadden afgesproken. Want in eerste helft zagen we dat zij niemand hadden op de 16. Dus Bart zei tegen mij in tweede helft, ja, laten we proberen om die bal op de 16 te geven. En uiteindelijk was een perfecte bal van Bart, alleen geen perfecte bal van mij. En dus... ja, lekker één keer op de slof, heerlijk gevoel toch? Ja, tuurlijk. Maar ja, die moet erin. Hè. Dus het is... Ik neem mezelf kwalijk, want die moet sowieso op goal. Dus, en hij was niet op goal. Dus uiteindelijk het gaat erom dat we winnen en daar gaat het om. Ja, ben je tevreden over je eigen spel? Ja, natuurlijk. Je kan nog beter. Je probeert de andere jongens te helpen in het veld. En natuurlijk, als je lang niet hebt gespeeld, nu krijg je 70 minuten. Je probeert altijd scherp te zijn voor de trainer als hij me nodig heeft. En vandaag had hij mij nodig, dus ik gaf alles wat ik kon.